ontzettend leuk programma. Nou, ontzettend. Goedemorgen, luisteraars. Daar is hij dan weer. Daar zijn we dan weer. Daar heb ik vandaag Belgen. Daar is hij dan weer. De Dik voor elkaar show, oftewel. Ja, de groot. Dat kan ik zelf ook wel zeggen. Zit er nog niet meteen doorheen te wouwen. Voor elkaar show. Ja, luisteraars, nou interessant, hè? Dan gaan we meteen beginnen met een heleboel onderwerpen, want we hebben een hele interessante uitzending deze keer. En om te beginnen gaan we daarvoor over naar Kamperduin. En in Kamperduin hebben wij een gesprek met de oudste inwoonster, hè, de groot? Nou, schiet nou op, man, Kamperduin, je hoort hem toch zeggen. En zo sta ik dan hier in Kamperduin, in de achtertuin van mevrouw Weet Je Nog Wel. Goedemiddag, mevrouw Weet Je Nog Wel. Nou, ik vraag wel, u bent de oudste inwoonster. Hoe oud bent u momenteel? Ik ben er 109. Oh, dat is nogal wat. 109, dat is even een leeftijd, zeg. Zeg, maar ik vraag wel, mogen u wat vragen stellen voor het interview? Als het me niet te lang duurt, want ik moet zo naar voetballen toe. Ach, wat leuk. Gaat u daar nog steeds naar